Dag dames en heren. Afgelopen weken hebben wij dus stilgestaan bij de vraag wat karma precies is, de wet van oorzaak en gevolg. Wat de zin van karma is, namelijk ondersteuning van het groeiproces van de mens over hele lange perioden van vele incarnaties. Karma vormt samen met reïncarnatie een tweelingleer, hebben we gezegd. En met betrekking tot de individuele mens hebben we de afgelopen weken het gehad over het idee dat je dus door je denken te leren richten op de belangen die het persoonlijk belang overstijgen, dat je daardoor ook jezelf, je karakter, maar ook je gezondheid fysiek beïnvloedt. Denkt u aan de uitdrukking een gezonde geest in een gezond lichaam. Met betrekking tot de maatschappelijke kant hebben we ons vorige week bezig gehouden met het idee dat je maatschappelijke conflicten op een geweldloze manier zou moeten kunnen oplossen. En we hebben toen gesproken over het concept van ahimsa en satyagraha, zoals dat onder andere door Gandhi in de praktijk is toegepast. Vanavond gaan we het dus hebben over harmonie. Utopie? Vraagteken. En als we kijken naar de huidige situatie in de wereld, dan zien we dat er natuurlijk op heel veel plaatsen conflicten zijn. Conflicten ook die vaak met geweld gepaard gaan. Maar ook dat er op een heleboel plaatsen onvrede of ontevredenheid is bij mensen over de manier waarop ze leven. Kortom, er is heel veel sprake van disharmonie in plaats van harmonie. We zien het op drie vlakken van het menselijk bestaan. Vorige keer hebben we er ook al aan gerefereerd. We zien het op materieel gebied. Het feit dat mensen over de wereld gaan bewegen omdat ze qua materiële omstandigheden eigenlijk in een niet aantrekkelijke positie zijn. Economische vluchtelingen zou je kunnen zeggen. Of op mentaal gebied, mensen die niet in hun eigen land aan het bestuur mee kunnen deel kunnen nemen of hun ideeën vrijelijk kunnen uiten, politieke vluchtelingen. En we zien ook op spiritueel gebied dat mensen op een gegeven moment uit hun geboorteland moeten vluchten omdat ze een bepaalde godsdienst aanhangen of filosofieën die niet geapprecieerd of getolereerd worden in het land van herkomst. De kernvraag van dit alles is, wanneer er is er sprake van harmonie en kunnen mensen eigenlijk wel duurzaam in harmonie samenleven of is dat gewoon een utopie? Wat is harmonie? Als we daar de vandalen op naslaan, dan zien we daar het begrip harmonia en dat betekent overeenstemming. Dat wil zeggen een samenwerking of een verband van een aantal zaken tot een welgeordend geheel. Het aangepast zijn van de elementen aan elkaar en aan hun milieu. En bij mensen zouden we dat kunnen vertalen naar het samenleven en samenwerken met elkaar op basis van respect en begrip en dergelijke. Iedereen kent ook wel uit zijn eigen levenservaring situaties van harmonie. Bijvoorbeeld als er in een gezin een harmonische situatie is, dan zijn dat zaken die toch iedereen als natuurlijk ervaart. En ook de geschiedenis heeft bewezen dat samenleven in harmonie en vrede wel degelijk mogelijk is. Denkt u aan simpele voorbeelden uit de geschiedenis van bepaalde steden, zoals het oude Alexandrië, ver weg in de tijd. Maar ook hedendaags steden zoals Sarajevo, Cairo en dergelijke. Dat zijn allemaal steden die door de tijd gezien een lange traditie hebben om mensen te herbergen met verschillende religieuze achtergronden en culturele achtergronden en die toch op een hele harmonieuze manier jarenlang goed met elkaar overweg konden. Ook heel lang geleden, en dan heb ik het over ruim 2500 jaar geleden, is er een tijd geweest dat in Zuidoost-Azië, met name India, er een onder koning Ashoka een tijdperk is geweest van hele lange, duurzame vrede en harmonie in India. En dat zijn dingen die sommige mensen eigenlijk historisch gezien niet heel helder op het netvlies hebben. Hoe komt het nu dat er in onze huidige wereld zoveel disharmonie is
En wat is het probate middel om te komen tot werkelijke harmonie? We zullen dat nader onderzoeken door vooral ook stil te staan bij die wet van herstel van harmonie, die wet van karma. Dus de kernvraag van vandaag is eigenlijk, is harmonie een utopie? En wat is eigenlijk een utopie of wat is het begrip utopia? Want dat is het boek wat de Engelse filosoof en staatsman Thomas More in 1516 uitgaf. Hij was een filosoof met een humanistische inslag. En hij schreef dat boek uit onvrede over de politieke situatie in die tijd waarin hij leefde. Het begrip utopie houdt in dat het gaat over een niet bestaande plaats. Het is de naam van een denkbeeldige, volmaakt gelukkige staat waar alles, zeg maar, klopt. Je zou kunnen zeggen een droomstaat, een heilstaat. In die periode van Thomas More was het een nogal negatieve periode waarin veel somberheid heerste, veel conflicten, armoede, ongelijkheid tussen mensen. En Thomas More, filosoof dus, heeft toen dat boek geschreven met het idee om een denkbeeldige ideale staat op te zetten ergens op een eiland in de Middellandse Zee. En u ziet dat hier in die pentekening weergegeven. En om daar dus een frisse start met de nieuwe maatschappij te maken. Utopia is dus de afleiding van niet bestaande plaats of goede, gelukkige plaats of samenleving. Maar je kan je natuurlijk afvragen hoe universeel dat moet zijn. Hoe ver wil je daarin gaan? Want het kan ook heel individueel gekleurd zijn. Want wat mijn persoonlijke utopia is, kan iets heel anders zijn dan uw persoonlijke utopia. En er zitten een paar interessante gedachten aan dat begrip utopia vast, die ook de moeite waard zijn. Je kunt dat begrip utopia opvatten als iets moet zo groot en ideaal en verheven zijn dat het eigenlijk praktisch gezien niet bestaat. En de woorden goed en gelukkig suggereren al een bepaald idealisme. Het moet een ideale staat zijn, een heilstaat zijn. Maar het wordt ook wel opgevat in de betekenis dat utopia niet haalbaar is. Zo van, wat jullie willen is utopisch, dat lukt toch niet helemaal, er zit iets moedeloos in. Nu zijn theosofen heel optimistisch. Wij zeggen van, dit kan gaan werken op basis van bepaalde principes. En als je dat maar goed in de praktijk toepast, dan zou je toch een heel eind moeten komen om een staat in te richten waar ieder het zijne krijgt, om maar met Plato te spreken. En ook zouden wij daar dus nu al aan kunnen werken. Denkt u even aan de uitdrukking die ik vorige week heb laten zien bij de plaatjes over Gandhi. Die zei, be the change you want to see in the world. Dus wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. Dus wij zouden in het Nederlands zeggen, verander de wereld en begin bij jezelf. Nou is het voor de hand liggend dat vanuit het theosofisch oogpunt gezien, als wij gaan nadenken over een ideale staat, dat zo universeel mogelijk moet zijn. En dat zullen we straks proberen in te vullen. Je kunt natuurlijk utopia helemaal materieel invullen. Wat zijn de materiële omstandigheden die je nodig hebt om te kunnen leven en gelukkig te kunnen zijn? Betekent dat voor iedereen een dikke auto om in te rijden? Of als je transport nodig hebt en een auto handig is, een heel simpel autootje waarin je droog zit en je toch van A naar B komt. Waar ligt precies die grens? We zullen dit vanavond in de breedte proberen te onderzoeken op hoofdlijnen. En daarbij wil ik de volgende kernvragen proberen te behandelen. Ten eerste, wat is de zin van het streven naar harmonie? Ten tweede, welke ethiek hoort bij het streven naar harmonie in de maatschappij? Ten derde, hoe kunnen we op de juiste wijze streven naar harmonie? Ten vierde, hoe kunnen we met onze vrije wil daar keuzes in maken? En tenslotte wil ik een aantal voorbeelden geven waarin elementen zitten van wat ik vanavond aan u zal presenteren. Waarbij ik nadrukkelijk aan de voorkant zeg dat ik
voorbeelden zal geven uit landen in de wereld die gewoon bestaan. Waarbij ik niet de pretentie heb om te zeggen dat dat een heilstaat is, elk van die landen, maar dat er wel elementen in zitten waarin serieus wordt gepoogd om het anders te doen dan in de meeste landen op de wereld. Dat zal ik nog wel een keer herhalen, maar beseft u dat in ieder geval goed. Dan ga ik naar de eerste vraag. Wat is de zin van het streven naar harmonie? We hebben de afgelopen avonden steeds de idee beklemtoond van de eenheid, de geestelijke eenheid van al het leven. En dat appelleert in feite aan het religieus besef wat er in elk mens daadwerkelijk aanwezig is. Denkt u weer aan die eerste grondstelling over de grenzeloosheid van het leven, het grenzeloze leven, waar wat de kern vormt voor alle levensuitingen die er zijn in de kosmos. En we hebben gezegd dat de consequenties van die gedachte, van die eerste grondstelling, dat concept van dat grenzeloze leven, dat die consequenties onder andere het volgende inhouden, dat elk wezen grenzeloze mogelijkheden tot ontplooiing heeft, die voor een deel al ontplooid zijn en voor een deel nog latent, slapend zijn, maar wel aanwezig om dat geleidelijk aan over meerdere levens te ontwikkelen. En ik heb, geloof ik, een van de vorige avond de uitdrukking uit de Kabbala geciteerd van dat het bewustzijnscentrum dat we in essentie zijn door verschillende evolutionaire stadia heen gaat. En in de Kabbala staat dan eerst een steen, dan een plant, dan een dier, dan een mens en tenslotte een god qua bewustzijn. Elk wezen voelt dus op een natuurlijke wijze in zichzelf een innerlijke drang om meer te ontwikkelen dan dat hij tot nu toe ontwikkeld heeft. En ook vanuit die gedachte van die eerste grondstelling is elk wezen in essentie gelijkwaardig aan elk ander wezen. En dat is dus de bedoeling dat alle wezens uiteindelijk dus die latente innerlijke mogelijkheden gaan ontwikkelen. En het zal duidelijk zijn, als we het over mensen hebben, maar in feite over alle wezens, dat de beste omstandigheden waarin je die innerlijke vermogens die nu nog latent zijn, kunt ontwikkelen, is in een harmonieuze omgeving waarin rust is en waar mensen zich kunnen toeleggen op het ontwikkelen van geestelijke vermogens. En dan komen we bij de volgende filosofische vraag. Wat is dan de ethiek die je daarbij zou moeten toepassen? Wat zouden de uitgangspunten daarvoor moeten zijn om dus te komen naar een harmonieuze toestand van de hele samenleving? In dat proces van groeiende bewustwording over die vele levens spelen een aantal mensen een belangrijke rol. En we hebben het vorige keer ook al gezegd, één daarvan is bijvoorbeeld de vrije wil van de mens. En dat houdt in dat het geen zin heeft om te proberen mensen op allerlei manieren over te halen om bijvoorbeeld anders te gaan denken. Maar dat het wel mogelijk is om mensen te inspireren zodat ze zelf op het idee komen om dingen anders te gaan zien en anders te gaan doen. Zodat mensen in zichzelf de motivatie kunnen vinden om dus een andere weg in te slaan. En dat begint natuurlijk primair bij het inspireren van jonge mensen bij de jeugd. Maar welke ethische norm zou je eigenlijk moeten proberen bespreekbaar te maken om te zorgen dat iedereen steeds meer geneigd is om harmonie en harmonieus met elkaar omgaan heel belangrijk te vinden? Om dat idee te ontwikkelen zouden we kunnen zeggen zijn er drie stadia van groeiende bewustwording van mensen in de omgang met elkaar. En het eerste is eigenlijk een hele simpele, dat begint al bij kleine kinderen. Dat is dat het gemeenschappelijk belang tussen mensen een rol gaat spelen, klein of al groter, naast het eigen belang. Bijvoorbeeld in het geval van een klein kind, die wil eerst, als die zich bewust wordt van zijn verschil met zijn omgeving en zich van zijn individualiteit bewust wordt, dan wil hij het speelgoed eerst voor zichzelf houden.
maar gaat wel geleidelijk inzien dat als hij dat speelgoed met andere kinderen deelt, dat samen spelen ook samen delen betekent. En dat is nog veel leuker ook. Dus dat is eigenlijk het eerste eenvoudige begin. Het tweede stadium van groeiend besef van gemeenschappelijke belangen is dat je gaat geven, en dat is al een hele grote stap in het denken, dat je gaat geven om het gemeenschappelijk belang zoals je om je eigen belang geeft. Wat je voor jezelf wenst, wens je ook een ander toe. Als je veilig over straat wil gaan zelf, dan wil je dat iedereen veilig over straat moet kunnen gaan. En het gaat hier om een ethische toets waarmee je kunt beoordelen of een bepaalde handelwijze wel of niet bijdraagt aan harmonie in de samenleving. En die toets vinden we werkelijk in alle grote boeken van de wereld terug, in alle godsdiensten, religies, filosofieën. En in het Nederlands noemen we hem ook wel de gulden regel. Doe aan de ander niet wat u wilt dat u geschiet. En ik heb hier twee dia's waarin er een aantal opstaan van de belangrijkste. Met citaten uit ten eerste de Bijbel. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun al, ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Het is een beetje oude taalgebruik, maar u herkent het wel. In de islamitische traditie zien we precies hetzelfde. Niemand onder u is een waar gelovige, tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst. In de Joodse traditie zien we, alles wat je zelf haat, doe dat niet een ander aan. Dat is de gehele Torah, de wet. De rest is commentaar. Ga nu de Torah bestuderen. In de hindoeïstische traditie, doe nooit een ander aan wat u zelf nadelig zou vinden. De boeddhistische traditie, benadelen anderen niet door dingen te doen die u leed zouden bedrokkenen. En een aantal minder bekende, maar die eigenlijk precies dezelfde informatie opleveren, jainistisch, zonder gehecht te zijn aan uiterlijke doelen, dienen we op onze levensreis met alle schepselen in de wereld zo om te gaan zoals we zelf behandeld willen worden. En vorige week heb ik de Jains ook in de schijnwerper gezet, omdat ze ook zo'n belangrijke, inspirerende rol voor Gandhi hebben gehad. De Sikhs, niemand dienen we kwaad te bejegenen. Elk mens draagt het Brahman in zich. Taoïstisch, beschouw wat uw buurman wint als uw eigen winst en wat uw buurman verliest als uw eigen verlies. Confucius, wat u niet wilt dat u overkomt, doe dat ook anderen niet aan. En in die zinsnede, ik heb hem wat ingekort, staat het kernwoord wederkerigheid. Met dat ene woord is eigenlijk alles gezegd. De Baha'i wenst niemand iets toe wat je niet jezelf zou toewensen. Er zijn er nog meer. Het is een heel interessant rijtje en het toont gewoon aan dat deze gulden regel van alle tijden is en door alle grote leraren in de wereld naar voren is gebracht. Universele wijsheid. En voor het verwezenlijken van werkelijke harmonie is die gulden regel echter nog niet het ultieme. Het is nog maar een minimale eis. En waarom is dat zo? Dat is omdat we toch nog vasthouden aan de idee dat iedereen recht heeft op het beschermen van bepaalde eigenbelangen. En dat houdt altijd het risico in zich dat die deelbelangen alleen maar verwezenlijkt kunnen worden indien andere mensen toch ergens tekort gedaan worden, waardoor er toch weer een spanning ontstaat en disharmonie. Ik zal u twee voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld heb ik al een paar keer herhaald en wordt misschien een beetje afgezaagd. Maar als wij bepaalde producten kopen uit verre landen, dan is het dus de vraag, bijvoorbeeld spijkerbroeken of koffie, thee, bananen, dan is het dus de vraag op welke wijze die goederen zijn geproduceerd en verhandeld op de wereldmarkt. Is dat zodanig gebeurd dat alleen de handelaren er steenrijk van zijn geworden, of is het zodanig maatschappelijk verantwoord gegaan dat die mensen die die producten hebben geteeld daar ook goed van konden leven, onderwijs konden krijgen, misschien
dat het product ietsje duurder geworden is, maar dat merken wij nauwelijks. Maar zodanig dat het maatschappelijk verantwoord tot stand gekomen is. Dat is een vraag die wij ons vaak zouden kunnen stellen. Een ander voorbeeld is de ontwikkelingssamenwerking zoals die uit westerse landen aan ontwikkelingslanden wordt gegeven. Ik heb een aantal jaren geleden daar cijfers over gezien die eigenlijk neerkomen op het volgende. Dat de totale westelijke landen daar ongeveer 50 miljard dollar per jaar aan geld in stoppen. Maar dat er ook berekeningen zijn die laten zien dat die ontwikkelingslanden in totaal een exportpotentieel hebben voor export naar de ontwikkelde landen van 200 miljard dollar per jaar, dus vier keer zoveel. En dat er door de westerse landen toch dermate handelsbarrières worden opgeworpen, die zo langzamerhand wel wat zeg maar, in scherpte aan het afnemen zijn, maar toch dat daardoor eigenlijk die ontwikkelingslanden niet echt de mogelijkheid krijgen op de wereldmarkt om eigenlijk zelf op eigen benen te gaan staan. Dus dat zijn pikante details als je dat op grote schaal bekijkt, waar dingen schuren. En dan kom ik eigenlijk op het derde stadium van het verdergaande bewustwording van de gemeenschappelijkheid van die belangen. En dat is eigenlijk het volgende, dat je het gemeenschappelijk belang, en dan in de meest brede zin, dat je dat ziet als een vanzelfsprekend richtsnoer, zonder enige vorm van eigenbelang, mededogen of naastenliefde. Dus je gaat voor het algemeen belang van iedereen, wat het ook voor jezelf betekent. Het is dus iets anders dan medelijden of gevoelens van sympathie hebben voor een ander. Het is, mededogen is een mentale houding die logischerwijs voortvloeit uit de eenheidsgedachte zoals die altijd de basis is geweest van alle ware religies. Denkt u aan de woorden bijvoorbeeld in het christelijke evangelie. Het gebod uw God lief te hebben is het eerste gebod. Het tweede gebod, daaraan gelijk, is uw naaste lief te hebben als uzelf. En omdat bij mededogen naast het algemeen belang geen deelbelangen meer een rol spelen, is het in feite de enige juiste houding om tot werkelijke harmonie te komen. Maar het zal duidelijk zijn dat die houding natuurlijk hele hoge eisen stelt aan onze mentaliteit. En dat lijkt soms ook wel een hele moeilijke opgave. Toch is het trainen van die mentaliteit van mededogen zeer goed mogelijk. Denkt u weer aan het voorbeeld van Gandhi, zoals we dat vorige week besproken hebben. Maar ook in de eerste lezing hebben we gesproken over die José Mujica, die president van Uruguay, die toch ook heel veel van dat soort elementen daadwerkelijk in zijn leven heeft toegepast. En vooral wanneer je ervan uitgaat dat er een cyclus van leven en dood bestaat, die inhoudt dat we voor het trainen van die mentaliteit van mededogen meerdere levens hebben, wordt het duidelijk dat dat zeer zeker mogelijk is, maar het vereist natuurlijk wel dat je er een keer mee moet beginnen. Kortom, de vraag welke ethiek hoort bij het streven naar harmonie, zouden we willen beantwoorden als volgt. Omdat alleen de mededogende mens geen deelbelangen nastreeft, is mededogen het enige middel tot werkelijke harmonie. De volgende vraag. Hoe kunnen we dan streven op de juiste wijze naar harmonie in de maatschappij? Het is natuurlijk een vraagstuk van alle tijden. En u zag het voorbeeld al aan het begin van de avond. Het feit dat Thomas More, 16e eeuw, daar al filosofisch gezien heel druk mee bezig was, geeft al aan dat dit echt van alle tijden is. Hoe kan dat idee van mededogen en het streven naar harmonie nu in de praktijk worden gebracht en waar lopen we dan tegenaan? En voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk nog wat meer een schets geven van de issues of de problematieken als we daar op wat meer proberen in detail op in te gaan. Ook omdat het u misschien kan helpen om, als u bijvoorbeeld naar tv kijkt of in de media of
in uw werk of andere situatie, dat u beter in staat bent om snel dingen te gaan herkennen waar eigenlijk mogelijkheden tot verbetering aanwezig zijn. En ik laat u het volgende plaatje zien, wat ik nu een beetje zal gaan uitleggen en wat ook in een van onze nummers van Lucifer, ik geloof zo'n 15 jaar geleden ooit, is verschenen. En daarin ziet u weer het beeld van de mens, iets anders weergegeven dan de voorgaande weken, als zijnde opgebouwd uit geest, ziel en lichaam, waarbij dus de geest het onvergankelijke is in de mens en hetgene is wat ingebed is eigenlijk in de eenheid, in de grenzeloosheid van het leven. De ziel het lerende gedeelte is, dus het bewustzijn zoals het menselijk bewustzijn wat zich over die vele levens ontwikkelt en dat groeiproces doormaakt. En tenslotte het lichaam, het voertuig, de uiting op het fysieke gebied. De drie invalshoeken die eigenlijk bij die samengestelde natuur van die mens worden, is eigenlijk datgene wat appelleert aan die eenheid, het religieuze besef in de mens. Het zich ontwikkelend bewustzijn als het filosofische deel in de mens. Het proberen te begrijpen wat het waarom van de dingen is. En tenslotte alles wat met de feiten op het stoffelijk gebied te maken heeft. En waarbij we het stoffelijk gebied zien als samenwerking tussen levende wezens. Die drie invalshoeken, religie, filosofie en wetenschap, dat zijn de drie faculteiten van de mens waarmee die als het ware ervaart hoe het leven in elkaar zit. En er is ook een bepaalde hiërarchie hierin te onderscheiden. We redeneren vanuit de theosofie altijd vanuit het religieuze, vanuit dat eenheidsbesef, waarbij we proberen te begrijpen wat het waarom is van alles wat we zien en hoe de feiten zich aan ons voordoen. Dus van boven naar beneden, van het religieuze via het filosofische naar het wetenschappelijke. En in feite mogen dan de ideeën die we op deze vlakken religieus, filosofisch en wetenschappelijk hebben, nooit strijdig met elkaar zijn, maar moeten in lijn met elkaar zijn. Nou, wat zien we nu in feite vaak in de samenleving wereldwijd? Dat is dat er een aantal dingen op deze vlakken niet met elkaar kloppen. En dat we zien dat er in feite een soort van verval in het denken over deze drie faculteiten van de mens plaatsvindt. En ik ga daar stap voor stap doorheen. Als we eerst kijken naar religie, dan zien we dat een eerste vertaling van dat religieuze besef, dus het besef van de eenheid van alle leven is, dat is dus eigenlijk religie zoals we die kennen in de verschillende verschijningsvormen. Christendom, boeddhisme, noemt u het maar op. Een tweede vertaling daarvan is wat wij graag vanuit de theosofie aanduiden met het woord godsdienst. Omdat dat in feite al een soort van beperking is van religie. Omdat het accent steeds meer op schriften en rituelen komt te liggen. En eigenlijk steeds meer men vervalt tot geloof zonder dat daar het kritische denken nog een belangrijke rol speelt. Tot we tenslotte vervallen in de derde vertaling naar fundamentalisme, dat wil zeggen dat de eigen opvatting, de eigen overtuiging als de enig juiste wordt beschouwd en andere gedachten van religieuze aard niet meer worden getolereerd. U kunt de voorbeelden zelf zoeken in de wereld. Dan het zielengedeelte waar dus de ontwikkeling van het bewustzijn, waar de filosofie eigenlijk de drager van is. Het beseffen van het waarom van de dingen als eerste vertaling. De tweede vertaling, dus een vervlakking van het eerste, is dat we eigenlijk vinden dat andere mensen eigenlijk niet goed in staat zijn om zelfstandig en in vrijheid een bepaalde koers uit te zetten of een bepaalde politieke koers te kiezen in hun leven. En dat we een zekere mate van zendingsdrift gaan ontwikkelen om iemand voor zijn bestwil te redden van foute ideeën. En dus denkt u vooral weer aan politieke visies, zoals wij de grote conflicten in de vorige eeuw hebben gezien, gaand over bepaalde vormen van socialisme, communisme, noemt u het maar op.
En tenslotte, wat helemaal een vorm van verval is, dat is dat het op een gegeven moment als rechtvaardig gezien wordt om andere mensen te gaan manipuleren, omdat ze geen passende ideeën hebben en dus politiek moeten worden uitgerangeerd. Manipulatie. Op stoffelijk gebied zien we eenzelfde soort iets. Eerst is wetenschap nog echt wetenschap, waarin het besef van het leven van alle materie een belangrijke rol speelt en er ook breed onderzoek wordt gedaan. Vervolgens vervlakt dat tot het gebruik van materie met steeds minder respect en voor het bevredigen van bepaalde behoeften en het bereiken van bepaalde materiële doelen. Met als helemaal een grote mate van verval is misbruik van alles wat beschouwd wordt als dode stof en eigenlijk roofbouw op de aarde wordt gepleegd. Dit is een interessant schema om te zien hoe eigenlijk de gedachten steeds van kwaad naar erger gaan als het dus vervalt van het echt, de eenheid en uitgaan van het idee dat alles leven of bewustzijn is. En als we dat bekijken van links naar rechts, dat schema, dan zien we eigenlijk op de horizontale as voor die drie invalshoeken een enorme verstarring optreden. En eigenlijk zie je dat op al die lijnen het zelfstandig denken in de kiem steeds meer wordt gesmoord. Maar ook die lijn die verticaal is, het feit dat de filosofie zou moeten voortvloeien uit religieuze uitgangspunten en het religieus besef. En de wetenschap weer zou moeten voortvloeien uit filosofische concepten waarin de ethiek een belangrijke rol speelt. Op het moment dat zeg maar, je hier zit in die verschillende vertalingen van religie, filosofie en wetenschap, zie je dat de samenhang tussen religie, filosofie en wetenschap ook steeds minder zichtbaar wordt en het eigenlijk allemaal naast elkaar staat en geen verband meer met elkaar heeft. Het is eigenlijk zo dat als je in deze hoek terechtkomt, dat je eigenlijk ziet dat mensen dogma's aanhangen, dwingende voorschriften aan anderen willen opleggen en de overtuiging hebben dat het doel de middelen heiligt. U ziet de voorbeelden er regelmatig van op tv. Kortom, we zien eigenlijk dat het hebben van een totaalvisie, religieus, filosofisch en wetenschappelijk, vaak ontbreekt, waardoor het ook wel heel moeilijk wordt om een goede visie te ontwikkelen, waardoor de harmonie in de wereld weer een kans krijgt. Dan blikken we even terug naar de oude Grieken, want bij de oude Grieken heeft Plato aan de vorming van de ideale harmonieuze staat heel veel aandacht gegeven. Met name in zijn boek De Politeia, de staat. Aan het begin van die dialoog laat Plato Socrates een beeld schetsen van een spirituele toestand van alle burgers die harmonie in de maatschappij tot gevolg heeft. Het is een samenlevingsvorm die we kunnen aanduiden met wat in het boeddhisme de sangha genoemd wordt. Dat is de gemeenschap van monniken. Waarbij er sprake is van allemaal dezelfde kleding, hetzelfde voedsel, hetzelfde soort slaapgelegenheden en onderdak. Op materieel gebied is er dan sprake van het minimale wat je nodig hebt om gezond te kunnen leven. Dus geen enkele luxe. Je bent volledig gericht op de spirituele kant van het leven. Je bent gericht op de gedachte van eenheid en harmonie. Maar in die staat van Plato beginnen op een gegeven moment in die discussies die Socrates met zijn leerlingen voert, die omstanders allemaal te piepen en zeggen van ja, maar als je dat zo ziet, dan is dat wel een hele basic maatschappij. Kunnen we toch niet wat meer luxe daarbij hebben, zodat het wat minder basic is. En dan begint er een hele lang betoog en een schildering van hoe die staat er dan uit zou moeten zien. Want, beschrijft Plato, dat als er dan toch veel meer sprake moet zijn van persoonlijk bezit, dus het
onderhouden daarvan en het verdelen daarvan, dan wordt de maatschappij vele malen complexer. Plato beschrijft dan dat er op een gegeven moment 4 groepen in de maatschappij zullen komen, een geestelijke hiërarchie, met aan de top de geestelijke leiders, de wijzen, de wachters worden die genoemd, die aan de hoogste eisen moeten voldoen. Daaronder een laag die de krijgslieden, bestuurders en ambtenaren vormen in die maatschappij. Daaronder weer de laag kooplieden en landbouwers, de werkers. En tenslotte de onderste laag, de handarbeiders, de volledig dienstbaren die het werk uitvoeren die door anderen wordt bedacht. En het meest opmerkelijke van die hiërarchie is dat hoe hoger je in de hiërarchie functioneert, dus als je bijvoorbeeld een helper bent of een wachter, dat je dan steeds een universeler mens dient te zijn en de belangen van iedereen als leidraad in je denken en handelen dient te hebben. En naarmate je dus hoger in die hiërarchie zit, zul je steeds geacht worden soberder te leven. Dus alleen de mensen onderaan de ladder hebben nog de nodige luxe, maar hoe hoger je komt, hoe meer basic de mensen zullen leven. Dat is natuurlijk wel een schril contrast met datgene wat wij in onze huidige samenleving zien. En degene die aan de top staan in bedrijven bijvoorbeeld, die laten zich daar over het algemeen rijkelijk materieel voor belonen. En we zien dus eigenlijk op dit moment het tegenovergestelde. En het is waar, bedrijven zijn over het algemeen niet gesticht om de medewerkers tot spirituele ontwikkeling te brengen. Dus daar is wel ook een verschil van doelstelling. Plato werkte heel veel vraagstukken die samenhangen met zo'n complexe samenleving in de staat verder uit. En dan komen er veel consequenties uitrollen met betrekking tot zaken zoals het krijgen en hebben en opvoeden van kinderen. Dat wordt in dat geval ook door de staat bepaald. En dat is iets wat voor ons moeilijk denkbaar lijkt, maar vanuit de gerichtheid op de spirituele ontwikkeling van mensen over meerdere incarnaties heen, is dat misschien al wat beter te plaatsen. Het inrichten van een utopia, een staat waar harmonie heerst, kent natuurlijk vele uitdagingen. In de tijd van Thomas More in de 16e eeuw dacht men vooral in de anarchistische hoek dat in utopia iedereen gelijk is. We delen alles met elkaar, er is niemand die echt de leiding heeft, want iedereen kan leiding geven. Dat is een gelijkheid die wel erg ver gaat en waarvan je je kunt afvragen of dat inderdaad zou kunnen gaan werken. Want in de Sangha, die eenvoudige vorm in het boeddhisme, is er wel degelijk ook een hiërarchische structuur, een spiritueel hiërarchische structuur. Je hebt altijd bijvoorbeeld in een klooster een abt die leiding geeft. Er is dus een duidelijke spirituele hiërarchische structuur aanwezig, waardoor de inspiratie vloeit van degenen die verder ontwikkeld zijn naar degenen die minder ver ontwikkeld zijn. Het ideaal van harmonie moet zonder beperking in de maatschappij ingevoerd kunnen worden. Want als je vindt dat er beperkingen komen, als er beperkingen moeten zijn, krijg je meteen weer een bepaalde klassevorming. Al is het maar in de trant van wij wonen in utopia en de rest, die dus niet voldoet aan de eisen, woont er buiten. En dan heb je alweer een spanningsveld. We moeten ons aan de andere kant wel realiseren dat als we een utopia willen opzetten, wij als mensen momenteel nog altijd niet over de ideale eigenschappen bezitten. Dus het is een groeiproces. We zijn immers mensen met bovenpersoonlijke, maar ook nog met persoonlijke eigenschappen. Als we een utopische vorm in de maatschappij willen opzetten, dan moeten we ook met elkaars tekortkomingen om kunnen gaan. Als je bovenpersoonlijk bent en je bent je bewust van je tekortkomingen, of anderen maken je daar attent op, dan is het geen probleem om daaraan te werken. Enerzijds wil je jezelf verbeteren, anderzijds vraag je aan anderen feedback hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Zometeen na de pauze, want het is nu tijd om het verhaal te gaan onderbreken,
zullen we gaan schetsen hoe dus de harmonie en de rechtvaardigheid in de staat op een praktische manier ingevuld kan worden. Op een zodanige manier, en dat is ook de titel van het stuk De Politeia van Plato, hoe je dus de rechtvaardigheid in de maatschappij toch handen en voeten kunt geven, ondanks het feit dat iedereen net andere talenten heeft en iedereen andere dingen in te brengen heeft. Dat zullen we na de pauze verder gaan bespreken. En het woord is nu aan u om over het eerste gedeelte vragen of opmerkingen te plaatsen. Deze vierdeling, is dat eigenlijk parallel aan die vierdeling die in de Indiase samenstelling wordt gelezen? Ja, klopt. Het is dezelfde onderverdeling die ook in de Bhagavad Gita bijvoorbeeld te vinden is. En het is gebaseerd op dezelfde principes van de mensen die de zwaarste verantwoordelijkheid aankunnen qua spirituele ontwikkeling. Dat zijn de hoogste. In de Indiase traditie zijn dat de Brahmana's. Daaronder de krijgslieden en de bestuurders en de ambtenaren, dat zijn de Kshatriya's. De laag eronder zijn de Vaishya's. En daaronder de Sudra's. Ja. Ik was even de naam kwijt. Dat hij daardoor geïnspireerd is. Nou, kijk, het is. Dat kan, maar het is universele wijsheid die in alle mysteriescholen van alle grote culturen is die kennis aanwezig geweest. Omdat het namelijk te maken heeft met het onderscheid in de bewustzijnsaspecten waar verschillende mensen op gericht zijn. En het is, kijk, Plato is ook voor onderwijs natuurlijk richting India geweest. Dus die koppeling is er wel. Maar ik denk dat als je de boeken goed bestudeert, dat je die verschillen op meer plaatsen in de wereld zult tegenkomen. Maar het is precies dezelfde typering, klopt. Ik kan in deze context helper niet plaatsen. Ja, het is werker is ook voor mij. Ja, het zijn begrippen die natuurlijk vertaald zijn uit de Plato-dialogen. Dus je moet je eigenlijk niet zozeer blind staren op de namen die daarvoor gebruikt worden door het uit het Grieks te vertalen. Het is eigenlijk de typering die erachter staat. Kijk, de wachters, dat zijn degene met de hoogste verantwoordelijkheden. En de helpers, die helpen de wachters, want dat zijn de bestuurders en de administrateurs en de ambtenaren. Dus het heeft meer te maken met de functies zoals ze in die witte tekst zijn weergegeven. En in feite kun je hierachter heel goed de typische denkaspecten zetten die nodig zijn om zeg maar op die wijze te functioneren. Hier zullen het vooral mensen zijn die in het denken hun inzichtelijke en inspiratieve denken vooral al tot een grote mate van ontwikkeling hebben gebracht. Dit zijn mensen die tenminste intellectueel of inzichtelijk hun denken al op een bepaald niveau hebben ontwikkeld. Dit zijn meer de mensen die vitaal en qua handelsgeest heel goed ontwikkeld zijn. Dus het karma, de begeertekracht. En dit zijn de mensen die inderdaad fysieke arbeid kunnen verrichten en eigenlijk de dingen uitvoeren die door die andere groepen zijn bedacht. Dat is eigenlijk het, in essentie de gedachte die erachter zit. Dus het heeft te maken waar de accenten liggen in de bewustzijnsontwikkeling, op de ontwikkeling van het denken, die het meest typerend is voor de groep. En de namen zijn een beetje secundair. Het gaat om de beschrijving. Plato geeft ze ook nog de namen van metalen. En dan beschrijft hij ze dus. Hij heeft het over de gouden, zilver en bronzen. En die onderste die worden ook nog ergens impliciet genoemd. En in de Gita worden ze meer specifiek benoemd. Ja? Ja? Was de staat van Plato dan een ideale maatschappij? Ik verstond het. Was de staat van Plato dan een ideale maatschappij? Nou, het was om te beginnen was het een onderzoek naar rechtvaardigheid.
En het was ook een metafoor van hoe het menselijk denken eigenlijk precies werkt. Maar het was wel geschreven ook als een schets van, als je dus niet die simpele maatschappij hebt, zoals bijvoorbeeld Sangha in het boeddhisme, waarin je zegt van, we gaan alleen maar voor spirituele ontwikkelingen in dit en volgende levens, en dan zit de maatschappij heel simpel in elkaar. Maar als je dan toch een maatschappij hebt die nog eventjes wat meer materiële luxe kent, dan is het een poging om te laten zien dat, ondanks het feit dat je dan een iets luxere maatschappij hebt, dat nog steeds je wel de gerichtheid op harmonie, rechtvaardigheid en spirituele ontwikkeling wel degelijk een gestalte kunt geven, maar wel dat het wel bepaalde consequenties heeft als je dat doel nastreeft. En dat zie je in die discussie over die ideale staat, zie je al die kwesties langskomen. Ik noemde net al het opvoeden van kinderen. Dat dus gebeurt door niet primair door de ouders waarbij het kind geboren is, maar ook vanuit de staat wordt dat verzorgd. Nou, dat zijn behoorlijk grote consequenties en er zijn ook sinds die dialogen geschreven zijn in de laatste 2.500 jaar behoorlijk wat discussies over geweest van hoe je tot zo'n stellingname kunt komen. Dus het is niet zonder discussie voorbij gegaan, al dat soort conclusies en consequenties uit zo'n staat zoals Plato die voorstelt. Is dit een beetje... Ja. Goed, als er verder geen opmerkingen of vragen meer zijn, dan gaan we even pauzeren. Nog? Ik merk dat er mensen die als leiders opstaan om de wereld te willen helpen verbeteren, vaak worden vermoord. Als een ander op deze manier plaats blijft vinden, zullen dan anderen toch kunnen opstaan om dan op zo'n manier de wereld te helpen verbeteren. Ja. Ja, het probleem wat zich altijd voordoet, en dat punt hebben we vorige week bij de beschouwing over Gandhi ook al even aangestipt, dat het is dat het dus de kunst is om de ontwikkeling, om de grootste visies te tonen en vooral door het voorbeeld te geven, anderen te inspireren dat het anders kan. Maar als het draagvlak onvoldoende is opgebouwd en de inspiratie niet overal zijn werk heeft kunnen doen, dan zullen er mensen komen die de ideeën en het te volgen pad als een bedreiging gaan zien en zo iemand proberen inderdaad te vermoorden. Dat is al diverse keren gebeurd. En dat is altijd het vraagstuk wat zich voordoet. Er zijn vele historische voorbeelden van. Een voorbeeld wat mij nu ook te binnen schiet is dat in de tijd van Pythagoras dat ook gebeurde. Die had ook een school waar mensen studeerden. En alhoewel die school behoorlijk besloten was, was het toch zo dat die ideeën die werden ontwikkeld binnen die school ook heel veel zeiden over de inrichting van een ideale staat. En dat de leerlingen van Pythagoras andere mensen inspireerden, waardoor die ideeën van een harmonische staat naar buiten lekten. En de lokale bestuurders dat op een gegeven moment toch als een bedreiging gingen zien. En om die reden is die school van Pythagoras diverse keren verplaatst, omdat ze naar het leven gestaan werden. En op de laatste locatie zijn de meeste van de volgelingen van Pythagoras ook om het leven gebracht door de lokale heerser. Dus dat probleem dat heeft zich altijd in de historie voortgedaan. En dat is een heel vervelend iets als een gedeelte van de maatschappij dus niet van harte meegaat, dan worden die verschillen in ideeën zo groot dat mensen het als een bedreiging gaan zien en dan worden dus mensen naar het leven gestaan. Helaas. Mag ik iets vragen? Het schema wat we liet zien van de filosofie, wetenschap en religie, stond dat of staat dat in een oude lucifer? Ja, klopt. En het artikel heet Verval van Denken. Verval van denken. En ik ben even kwijt, ik denk een jaar of 15 terug. Maar het is via de index van ons tijdschrift Lucifer is het wel snel te vinden. Maar ik heb het met opzet letterlijk gekopieerd, zodat het heel makkelijk te... Als je achterin zit, dat zwarte gedeelte... Dat was niet meer te zien. Oh. Dat is niet meer te zien.
Oh, sorry. Ja, dat heb ik niet goed ingeschat. Oké, ik stel voor dat we even gaan pauzeren tot 9:15 zo. Goed, waar waren we gebleven? We hadden dus gezegd dat die schets die Plato gaf van die ideale staat, dat daar dus die spiritueel hiërarchische structuur, een bepaalde hiërarchische structuur, een rol speelde. Nou is het een beetje misschien kort door de bocht, maar toch wel essentieel om te stellen dat een groot deel van de disharmonie die overal ontstaat, of het nu gaat over politieke visies, over religieuze kwesties, over culturele achtergronden, dat eigenlijk een heleboel oorzaken van disharmonie, in algemene termen gezegd, gaat over het anders zijn van mensen of het anders zijn van bepaalde groepen van mensen. En wat vaak impliciet of expliciet daaraan gekoppeld wordt, is dat die door andere gewoontes soms ook andere belangen lijken te hebben, waardoor er een bepaalde tegenstelling ontstaat of lijkt te ontstaan. Als enkele aanhangers van de islam extreme dingen zeggen of doen, wil dat nog niet zeggen dat alle moslims zo denken en doen. En om beter te kunnen beoordelen, dienen we ons tenminste te gaan verdiepen in de kerngedachten van de islam, om daar zelf wat meer onderscheid in te kunnen zien. En wat bij deze vraag van dat anders zijn van mensen of groepen van mensen, denk ik de centrale vraag is, dat is of we dat anders zijn moeten beoordelen als een bedreiging die gedachten van tegengestelde belangen oproept, of dat we moeten kijken naar, er zijn verschillen, maar dat het juist een kans is waardoor we de gemeenschappelijke belangen juist tot een hogere hoogte kunnen opvoeren en eigenlijk een rijkere samenleving kunnen vormen. Dit vraagstuk van mengeling van bijvoorbeeld groepen met verschillende culturele achtergronden is een vraagstuk van alle tijden. In Europa hebben we allerlei periodes gekend waarbij er mensen vluchten uit bepaalde delen van Europa. Bijvoorbeeld dat er uit Portugal bepaalde mensen naar ons toe kwamen. En als we achteraf kijken wat het de culturen gebracht heeft, bijvoorbeeld hier in Nederland, dan zien we dat dat alleen maar verrijkingen zijn geweest, waardoor eigenlijk de Nederlandse cultuur veelzijdiger is geworden. Dus die vraag van is het nou een bedreiging of is het een kans, dat is een hele essentiële. En als je dan ziet dat er af en toe toch een influx is van mensen met hele andere achtergronden, dan krijg je soms hele grote verschillen in denken, religieuze achtergronden, culturele achtergronden. En dat geeft dan of fricties, of het geeft stromingen van mensen die weer wegtrekken of juist hier naartoe komen. Je zou kunnen zeggen dat er mentale, spirituele en economische drukverschillen bestaan over delen van het aardoppervlak, waardoor er dus stromen van mensen op gang komen. En dat er in zijn algemeenheid dan steeds door de uitwisseling en soms de fricties die er zijn, processen op gang komen waardoor iedereen toch weer het idee heeft van ja, maar wij moeten wel met elkaar proberen samen te leven. En dat er een proces op gang komt om bewuster te worden van die verschillen en ook om bewuster daarmee te leren omgaan. In de natuurkunde zien we dat principe ook, hè. Als er grote verschillen zijn tussen drukverschillen bijvoorbeeld, dan krijg je stroming van lucht en dan krijg je wind en storm en dergelijke dingen. Nou, dat geldt dus ook voor ideeën. Als die te ver uit elkaar liggen tussen groepen, dan krijg je dat dus ook, drukverschillen. En dat zie je bijvoorbeeld nu in het Midden-Oosten. Daar zie je dat mensen heel verschillend over bepaalde religieuze aspecten denken. En dat daar dus enorme strijd geleverd wordt die men daaraan meent te moeten verbinden. Wat ik nog wel wil benadrukken is dat als je als groepen van mensen bij elkaar zit en je hebt hele grote verschillen, bijvoorbeeld op cultureel gebied of wat dan ook, dat
dat je van elkaar niet maar alles zomaar klakkeloos moet accepteren. In de zin van, ja, we moeten met elkaar overweg kunnen en we accepteren alles van elkaar. Nee, het gaat er juist om, om het te doen volgens die oude Persische, dat oude Persische spreekwoord van twee stukken hout die tegen elkaar wrijven, maar het vuur is goed. Dus het gaat erom om zo de discussie met elkaar aan te gaan, dat je er allemaal rijker en rijper uitkomt. Want het is wel zo dat in een complexe samenleving, waarin wij nog gehecht zijn aan luxe, zijn er heel veel verschillende soorten talenten en specialismen nodig. En het varieert natuurlijk wel hoe het zit met de werkgelegenheid, maar in zijn algemeenheid, als je over langere perioden kijkt, is het toch zo dat wij heel veel verschillende talenten nodig hebben om deze complexe samenleving te laten rijlen en zijn. En als je dan kijkt wat het dan helpt als er mensen in onze maatschappij komen die aanvankelijk wat onbekend zijn hier, dan zie je bijvoorbeeld dat er ook heel positief invulling aan dingen gegeven kan worden. Ik vind een mooi voorbeeld is een gevluchte Iraanse jurist die al decennia lang hier woont. Ik hoef zijn naam even niet te noemen, maar iemand die eigenlijk uit het Iran van destijds is gevlucht en die hier al tijdenlang woont, die dus onze cultuur kent, maar die ook die cultuur uit het Midden-Oosten kent en die dus commentaar kan geven, inzichten kan geven als geen ander, letterlijk als geen ander, omdat hij gewoon beide culturen kent. En dat verrijkt ons inzicht in hoe wij moeten kijken naar ja, die andere culturen met een meer islamitische achtergrond. En daar kunnen we ontzettend veel van leren, omdat de waardevolle dingen die worden ons verteld en ook de dingen waar we misschien minder positief over zouden kunnen zijn, maar het geeft ons inzicht en op die manier worden wij ook meer wereldburger, omdat wij zeg maar een vermenging hebben met andere culturen uit de wereld. Is het nou moeilijk om te zorgen dat mensen zich uiteindelijk gaan scharen achter het nastreven van gemeenschappelijke belangen, nationaal en internationaal? Dat is soms moeilijk, maar soms ook weer niet. Want als er een heel duidelijk belang is waar onmiddellijk wat aan gedaan moet worden, noem een voorbeeld, er is ergens een grote natuurramp in de wereld, dan zijn er toch heel veel mensen, misschien wel de meerderheid van de mensen, die zeggen, ja, hier moeten we iets doen om de acute hulp te lenigen voor die mensen die nu in hongersnood of allerlei dingen missen, omdat ze alles zijn kwijtgeraakt. Dus het is wel degelijk zo dat heel veel mensen daar toe bereid zijn als het op de juiste manier gebeurt en als er op een juiste manier een appel op hen wordt gedaan. En je richten op de belangen die tegengesteld zijn aan de belangen van andere mensen, daarvan zal elk logisch denkend mens op een gegeven moment beseffen dat het geen zin heeft, omdat er altijd wel een moment komt dat die spanningen zo hoog oplopen dat je uiteindelijk een conflict krijgt wat enorm uit de hand loopt. Er zijn heel veel voorbeelden van, denkt u aan de Franse revolutie, Russische revolutie, allemaal van die uit de hand gelopen situaties waarbij op een gegeven moment geweld tegen geweld gebruikt wordt en alles escaleert. Interessanter is het dus om vooral te stil te staan bij de optie dat het anders zijn en dan ook nog eens benaderd vanuit een bovenpersoonlijke houding, dat juist kansen geeft om de relaties en de verbondenheid tussen mensen te benadrukken en te versterken. Omdat in een samenleving te doen, heb ik een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee je dat handen en voeten zou kunnen geven. En ik zal ze straks samenvatten. Er zijn dus een aantal uitgangspunten die kunnen bijdragen om die harmonie te gaan construeren. En dat is, het eerste uitgangspunt, dat is dat er voor iedereen een plekje is in de samenleving vanuit het idee dat iedereen essentieel gelijkwaardig is. Gelijk in waardigheid en in rechten. Gelijk in rechten, dat wil zeggen recht op educatie, op onderwijs, recht op onderdak, recht op stageplaatsen, noemt u het allemaal maar op. En wat dat betreft is het ook interessant om je te oriënteren hoe bepaalde vraagstukken, zoals werkloosheid bijvoorbeeld, in andere landen worden opgepakt en hoe ze daarmee omgaan. Ik vind een interessant voorbeeld altijd Denemarken, waar ze op een andere manier met de wet arbeidsongeschiktheid, zoals wij die noemen, omgaan.
Dat is als mensen dus bijvoorbeeld dreigen uit te gaan vallen doordat ze dingen in hun werk oplopen, dan gaan ze vroegtijdig kijken hoe dat opgevangen kan worden of dat mensen omgeschoold kunnen worden naar ander werk, waardoor het percentage mensen wat uiteindelijk uitvalt vele malen minder is dan bij ons. Het tweede uitgangspunt is dat iedereen in feite maatschappelijk gezien die taak vervult of zou moeten vervullen waarvoor die van nature qua zijn talenten het meest geschikt is. En ik gaf net al het voorbeeld van dat wij bijvoorbeeld in de Gouden Eeuw hier in Nederland allerlei mensen uit andere landen over de vloer kregen die bijvoorbeeld de instroom van hugenoten en joden, hugenoten uit Frankrijk en de joden uit Portugal, die moesten vluchten omdat ze vervolgd werden. En die dus een enorme verrijking eigenlijk voor de Nederlandse cultuur zijn geworden vanwege het hoog gehalte aan filosofische ideeën of andere scherpe ideeën waar wij ons voordeel mee konden doen. En het derde uitgangspunt is, en dat hoort er heel nadrukkelijk bij in dat rijtje, dat is dat als iedereen dus verzekerd is van mogelijkheden om zich te ontplooien, dat hij dat wel dan doet en als hij dan een plekje krijgt, een stageplek en uiteindelijk misschien wel een baan, dat hij dan ook zich voegt naar het feit dat hij die talenten in gaat brengen voor de gemeenschappelijke belangen van het land. Want dat hoort dan qua evenwicht wel bij elkaar. Denkt u aan een simpel voorbeeld. Allerlei activiteiten in een wijkgebouw kunnen bijvoorbeeld uit gemeenschapszin voortvloeien, waarbij mensen proberen om gemeenschappelijke waarden en normen te ontdekken in hun verschillende religieuze achtergronden. En tevens kunnen er dan allerlei cursussen georganiseerd worden en kan het gebouw benut worden als gezondheidscentrum, crash, jeugd- en bejaardentrefpunt en dergelijke. Dus je kunt op zoek gaan naar je inzet aan de ene kant en aan de andere kant om iets te doen waardoor er zoveel mogelijk gemeenschappelijk nut voor iedereen ontstaat op het niveau van een wijk, maar ook op een landelijk niveau. En dat is iets waar wij veel meer aandacht aan zouden kunnen besteden. Waardoor we misschien uiteindelijk ook tot andere verdelingen komen van werkzaamheden, waardoor het probleem als werkloosheid ook een stuk minder gaat worden. Nu is het een hele sterke scheiding tussen betaald werk en de honderdduizenden mensen die vrijwilligerswerk doen. En dat zijn allemaal gescheiden compartimenten, terwijl je daar heel anders naar zou kunnen kijken vanuit die drie punten die hier genoemd zijn. En naarmate je fundamenteler naar dingen kijkt en durft dingen anders te organiseren, heb je het ook veel meer over lange termijn oplossingen dan korte termijn oplossingen. En over het algemeen is het zo dat wij door de manier waarop onze staten zijn ingericht in Europa en in heel veel landen, alles heel erg de neiging heeft om op het korte termijn gewin gericht te zijn, electoraal gewin, waardoor echte fundamentele aanpakken toch vaak uitblijven. Wat nog een belangrijk aspect is om te benadrukken als je vanuit deze drie principes gaat werken aan een andere vorm van je staat, zeg maar, dat is wel dat we moeten beseffen dat iedereen continu in staat van ontwikkeling is. Dus als we proberen harmonie met elkaar te bewerkstelligen, dat dat wel een dynamische harmonie is. Dat wil zeggen dat we steeds verfijnder als het ware met elkaar om leren te gaan, steeds meer leren. En dat dus geen statisch iets is. En aan het begin van de avond heb ik ook wat voorbeelden genoemd waar men dat op een gegeven moment heel goed in de hand had. Als ik bijvoorbeeld weer het voorbeeld noem van het oude Alexandrië in de Hellenistische tijd, dan waren er dus denkers vanuit verschillende godsdienstige traditie, vanuit het oude Perzië, dus de Zoroasters, vanuit het oude Egypte zelf nog, Joden, maar ook Grieken met hun moderne Griekse scholen, die allemaal bij elkaar zaten en die heel erg veel van elkaar leerden en met elkaar ideeën uitwisselden. En als je dat doet, als je begrip opbouwt voor een heel breed spectrum aan andere culturen,
dan zal er ook een steeds breder besef komen van het gemeenschappelijke belang wat je zou dienen te formuleren, zodat iedereen daar inderdaad zijn plaats heeft, zijn taak heeft en ook veel meer er draagvlak zal zijn om aan dat gemeenschappelijke doel bij te dragen. Met andere woorden, het uiteindelijke resultaat zal zijn het verder vervolmaken van die harmonie, het verder vervolmaken van de dynamische harmonie die continu in beweging zal zijn. Dan gaan we naar de laatste vraag. Hoe kunnen we met onze vrije wil keuzes maken? Welke rol speelt de vrije wil in dat streven naar harmonie? Ik heb al gezegd in het begin dat het proberen ideeën op te leggen aan de ander, en in de pauze hadden wij met elkaar daar een gedachtenwisseling over, dat het moeilijk is om je gedachten waar je enthousiast voor bent en die grote idealen behelzen, om die aan andere mensen als het ware op te dringen. Zo werkt dat niet. Dus waar het om gaat is om zelf vooral het voorbeeld te zijn en te proberen het te leven. En om zodoende anderen te inspireren en te motiveren om ook na te denken wat het gemeenschappelijk belang is voor iedereen. En beginnen natuurlijk om jeugdige mensen die daar nog in hun denken heel erg open voor staan, om die daar als het ware voor te interesseren. Vandaar dat wij zeggen dat educatie van jonge mensen ongelooflijk belangrijk is. En wij hebben gemeend om in mei 2015 daar dus 2 dagen lang in ons symposium over educatie uitgebreid aandacht aan te besteden. En ik zou zeggen, houdt u dat alvast gereserveerd in uw agenda, omdat we daar heel breed zullen stilstaan bij het begrip educatie, gebaseerd op de zogenaamde Raja Yoga methode, een hele oude methode om kinderen van jongs af aan eigenlijk op te voeden tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. De vraag blijft steeds cruciaal van in hoeverre hebben wij onze vrije wil al zodanig getraind dat er inderdaad gekozen wordt in veel gevallen, en we zijn allemaal natuurlijk onderweg. Dus we hebben af en toe ook onze momenten dat we nog niet die keuzes maken, maar dat we toch steeds meer in onze visie en ons handelen door laten dringen dat het belang voor iedereen, dat dat hetgeen is waar we ons voor in zouden moeten zetten. Om nu wat illustraties te geven van hoe er toch altijd pogingen zijn gedaan en nog worden gedaan op dit moment door groepen van mensen en zelfs naties om een andere soortige maatschappij in te richten dan de maatschappij die wij gewoonlijk om ons heen zien, wil ik eigenlijk 3 voorbeelden schetsen, waarbij ik nog een keer herhaal wat ik voor de pauze al zei, dat ik het niet ga hebben over echte of vermeende heilstaten, maar wel pogingen om dingen in de goede richting te ontwikkelen vanuit een bepaalde visie, en gestalte te geven waarbij er altijd nog kanttekeningen te plaatsen zijn. Maar daar zal ik nog wel wat over zeggen. Ik begin bij het voorbeeld van een woestijnvolk in India in de staat Rajasthan, die daar al honderden jaren wonen. En dat volk heet de Bishnoi. Dus u ziet hier, dat is Rajasthan, dit gedeelte. Dus het gebied in India tegen de Pakistanse grens aan. En dat volk heeft honderden jaren geleden een aantal inspirerende geestelijke leiders gehad. En ooit heeft dat volk, die dus in die woestijn, want Rajasthan, misschien weet u dat, is een woestijnachtig gebied, waar heel weinig groeit, weinig water is. En ooit heeft een van die leiders van dat volk heeft 29 leefregels gegeven, zowel van spirituele als van meer fysieke aard. En het getal 29 in hun taal is Bishnoi. En vandaar dat volk de naam Bishnoi heeft gekregen, omdat ze dus die 29 regels proberen te volgen in hun leven. En ze hebben dus ooit periodes gekend van droogte en grote hongersnood, waarbij er veel mensen omkwamen. En ze hebben dus eigenlijk door die regels geleerd hoe ze in moeilijke omstandigheden als volk toch heel goed kunnen overleven.
Ik zal een aantal van die regels noemen. Allereerst in relatie tot andere mensen, dat is, denk na voordat je spreekt, wees vergevingsgezind, streef naar het overwinnen van de persoonlijke neigingen zoals hebzucht, boosheid en jaloezie. Wees mededogend voor alle wezens, dus niet alleen voor mensen, en ze zijn allemaal strikt vegetariër. En ze hebben een heleboel regels die betrekking hebben op het omgaan met de natuur. Je mag de natuur niet meer aantasten dan wat er binnen het bereik van zelfherstel, dus duurzaamheid, iets wat wij inmiddels ook kennen, dus het herstellend vermogen, wat er binnen het herstellend vermogen van die natuur aanwezig is. Ofwel, je mag van een boom niet meer takken afzagen dan dat die boom in een jaar kan produceren, want de boom moet blijven leven. Hetzelfde geldt met gras of andere planten, die mag je maar tot een bepaalde afstand tot de grond afknippen, zodanig dat het blad zich kan blijven voeden via het zonlicht en het dus in stand kan brengen. Als je geoogst hebt en je hebt bijvoorbeeld zaad, dan moet je 10% van dat zaad weer aan de natuur teruggeven. En allerlei vogels eten dat zaad dan bijvoorbeeld weer op. En die zijn in het ecosysteem, want die term kunnen we er ook voor gebruiken, die zijn dan weer van belang om de cyclische bewegingen in dat ecosysteem goed in stand te houden, waardoor er niet ergens iets wordt doorbroken, waardoor de boel eigenlijk instort. Het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een volk, en overal waar dat volk in die droge gebieden zit, zie je dat het gemiddeld beter gaat dan op andere plekken. Dus dat er bomen staan en dat die gemeenschappen heel goed in evenwicht met hun omgeving kunnen leven. Het gevolg is dat die Bishnoi dus tot op heden eigenlijk geen hongersnood meer kennen. Ze zijn niet rijk, ze hebben ook geen overmatige luxe, maar ze hebben dus ook geen hongersnood. En u ziet hier nog daar op dat rechterplaatje, boom Satyagraha, dat moet ik even uitleggen. Het is namelijk zo dat ooit in de geschiedenis, ik meen ongeveer in 1730, viel dat gebied waar die Bishnoi leefde onder een bepaalde Maharaja en die wilde een paleis gaan bouwen en die had er heel veel hout voor nodig. En de helpers van die Maharaja die kwamen dus bij dat volk om daar een flink aantal bomen te kappen om dat paleis te bouwen. En die mensen die hebben die bomen als het ware met hand en tand verdedigd tegen het kappen door die Maharaja. En in feite hebben daar iets van 190 mensen het leven bij gelaten omdat ze van geen wijken wisten. En er dus een enorm bloedbad is aangericht. En die mensen dus eigenlijk die regels zo uitleggen dat het zelfs een mensenleven waard is om een boom te verdedigen. Vandaar ook dat u in de literatuur tegenkomt het begrip boom Satyagraha. En jaarlijks wordt dat die gebeurtenis nog steeds herdacht. Dat is het voorbeeld van de Bishnoi. Dan het volgende voorbeeld. Het Koninkrijk Bhutan, dat is een koninkrijk waar al ongeveer 30 jaar terug door de toenmalige vorst, hoe heet die ook weer, Jigme Singye Wangchuk, werd voorgesteld om voor het bestuur van het land niet alleen te kijken naar economische indicatoren zoals het bruto nationaal product of bruto nationaal inkomen zoals het tegenwoordig in westerse landen wordt genoemd, dus de optelsom van alles wat er verdiend wordt, maar om een heel ander factor te introduceren, namelijk het bruto nationaal geluk. En daarbij is ook de businesskant wel degelijk een aspect, de economische kant, maar het bruto nationaal geluk is op 4 pijlers gebaseerd. Dat is de bevordering van billijke en duurzame sociaal-economische ontwikkeling, dat is het eerste. De tweede, behoud en bevordering van culturele waarden. De derde, behoud van het natuurlijk milieu. En de vierde, een goed bestuur. En die zijn dan nog de laatste jaren wat verder uitgewerkt. Ik weet niet of het wel goed te zien is, maar u kunt daar hele ook wetenschappelijke beschouwingen van vinden op internet.
Eigenlijk zijn ze nog verder opgesplitst in 8 factoren die ik nog even zal noemen. Namelijk dat is een fysieke, mentale en spirituele gezondheid. Een tijdbalans, dus zorgen dat je je tijd goed kan indelen en je niet als een jachtig mens door het leven moet gaan. Sociale en samenlevingsvitaliteit, educatie, een goede levensstandaard, culturele vitaliteit, ecologische vitaliteit en een goed bestuur. Dus dat zijn de factoren die in het regeringsbeleid van Bhutan nu eigenlijk als factoren worden meegenomen. Het is duidelijk dat het bepalen van de scores hierop nu natuurlijk kwalitatief en een subjectief karakter heeft. Toch is het zo dat er heel veel westerse hulp al is geweest om dat toch wat meer te objectiveren. Zodanig dat er dus gewoon toch daadwerkelijk iets mee gedaan wordt in het bestuur van het land. En begrijpt u mij goed, ook dingen die wij belangrijk vinden zitten erin, zoals zo laag mogelijke kindersterfte, gezonde voeding en dat soort dingen zitten er allemaal in verwerkt. Er is een hele bekende studie, een soort antropologische studie geweest, die heette A Global Projection of Subjective Wellbeing, dus een wereldomvattende voorspelling over subjectief welzijn. Een challenge to positive psychology, een uitdaging voor positieve psychologie, door de Universiteit van Leicester. En in die studie worden dus eigenlijk het welbevinden van heel veel naties of volken wordt bekeken. 178 landen. En van de 20 gelukkigste landen is er één land wat eigenlijk een heel laag inkomen per hoofd heeft ten opzichte van alle westerse landen die daarin zitten. En dat is Bhutan. Dus ondanks het feit dat men daar een heel laag inkomensniveau heeft, zitten ze wel bij de top 20 van gelukkigste volkeren op aarde. En dat is omdat men toch probeert in het beleid, ik zeg probeert, want er zijn ook wel hier en daar wat rafelrandjes aan waar u ook op internet wel wat van vindt, maar men probeert in ieder geval vanuit een veel bredere visie te kijken van wanneer zijn de mensen in ons land nou gelukkige mensen. Het derde voorbeeld wat ik wil laten zien, en je ziet hier trouwens die tekst van die koning, die the gross national happiness is more important than the gross national product. Dus dat heeft hij 30 jaar geleden al gezegd, dus het bruto nationaal geluk is belangrijk. Het derde voorbeeld wat ik u wil voorhouden is het land Costa Rica, gelegen in Midden-Amerika zoals u weet. Dat was in 1719 is het een Spaanse kolonie geworden en was ook de armste kolonie in Zuid-Amerika. Is sinds 1838 al zelfstandig, zonder daar ooit voor te vechten. En in 1949 is er een korte burgeroorlog geweest. En dat vond iedereen zo verschrikkelijk daar, dat men gezegd heeft van dat mag nooit meer gebeuren. En er is toen een radicaal besluit genomen om het leger op te heffen. En het leger te vervangen door een leger van leraren om massaal zich te richten op educatie. Om daar het land mee te versterken. En daarna is er een hele lange periode aangebroken tot nu toe. Van vrede en politieke stabiliteit. En zijn er achtereenvolgende regeringen gekomen die allemaal wel min of meer dezelfde dingen als belangrijkste hoekstenen van hun regeringsbeleid hebben gehanteerd. Dat is het bevorderen van mensenrechten en democratie. Het is ook altijd een toevluchtsoord geweest voor politieke vluchtelingen uit Zuid-Amerika. Het is in de 19e eeuw het derde land geweest dat de doodstraf heeft afgeschaft. Er zijn heel veel instellingen van de VN die daar hun zetel hebben. Onder andere de UN University of Peace. En er is in een heel vroeg stadium, toen het onderwerp duurzaamheid in onze wereld een thema werd, hebben ze daar radicaal voor gekozen om het land heel duurzaam te ontwikkelen. Er is een heel groot tropisch regenwoud en dat is allemaal beschermd gebied en wordt op een hele duurzame manier beheerd. Ze zijn dus ook een heel
duurzaam land in die zin dat ze dus, u ziet die tekeningen van die rivieren en er zijn ook veel stuwdammen, ze zijn voor 93% self-supporting qua energieopwekking. Dus ze hebben niet of nauwelijks fossiele brandstoffen nodig. Ze hebben, doordat ze zo'n hoog opgeleid land zijn, hebben ze vooral hun verdiensten in de ICT-sector, in de bankensector, in dat soort kennisachtige dingen. En wat ook heel goed ontwikkeld is, dus onderwijs is heel sterk ontwikkeld, iedereen heeft daar heel goed toegang toe, maar dat er ook gelijke kansen zijn voor man en vrouw. En dat de gezondheidszorg heel hoog ontwikkeld is, waardoor de levensverwachting van de mensen hoog is. Er is in de wereld ook nog de zogenaamde Human Development Index. Dat is ook een indicator van hoe het gaat in landen, waarin de levensverwachting en het aantal jaren educatie en het inkomen per hoofd van de bevolking is meegenomen. En u ziet dat, dit is de kaart van de wereld. En groen is als je in de top of the bill zit van de Happy Planet Index. En je ziet dat daar Costa Rica ook bij zit. En ze staan al enkele jaren op nummer 1 in de wereld. Dat zijn eigenlijk een aantal zaken die ze hebben. Dus een hele lange traditie op het gebied van vrede en transparante bestuursprocessen. Een van de vorige presidenten, Oscar Arias Sanchez, die is ook Nobelprijswinnaar voor de vrede geweest, omdat hij bemiddeld heeft in allerlei lokale conflicten tussen landen in Midden- en Zuid-Amerika. En tot mei van dit jaar hadden ze ook de eerste vrouwelijke president van het land. Dus ook daar zitten de vrouwen op hogere posten. Op educatiegebied 95% van de mensen is echt geletterd en goed opgeleid. Vanaf tot en met je 16e is school sowieso gratis. Ze hebben dus die hernieuwbare energie, heb ik al gezegd. En zij als land zijnde streven ze ernaar om in 2021 klimaatneutraal te zijn. Dus ze hebben ook allerlei dat soort doelstellingen. Nou, dat zijn wat typische dingen die horen bij dit land, waarin men dus probeert via een lijn die eigenlijk al vanaf 1948 zeker gestart is, een heel stabiel, transparant bestuur en een vreedzaam land te zijn. Het is een eiland een beetje in Midden- en Zuid-Amerika. Dan wil ik eigenlijk proberen samen te vatten wat ik u vanavond heb voorgehouden. We hebben stilgestaan bij de vraag, wat is de zin van het streven naar harmonie? Dat is om de latente vermogens van iedereen te ontwikkelen en dat kan het beste in een harmonieuze omgeving. Wat zou de ethiek moeten zijn bij het streven naar harmonie in de samenleving? Omdat alleen de mededogende mens geen deelbelangen nastreeft, is mededogen volgens ons het enige middel tot werkelijke harmonie, om die mentaliteit te ontwikkelen. Hoe kunnen we op de juiste wijze streven naar harmonie? 3 uitgangspunten. Voor iedereen is er een plekje in de samenleving. Iedereen vervult de taak waarvoor hij of zij het meest geschikt is van nature. Maar iedereen moet dan ook zich vanzelfsprekend richten op het dienen van het gemeenschappelijk belang wat gedefinieerd wordt. Het is het proces van gezamenlijk werken aan vervolmaking van de dynamische harmonie. Hoe kunnen we met onze vrije wil keuzes maken? We zullen onze wil zo moeten trainen dat die zodanig steeds wordt ingezet dat we kiezen voor het algemeen belang in plaats van ons eigen belang. We hebben wat voorbeelden laten zien, maar als u nog betere voorbeelden heeft, dan houden we ons graag aanbevolen, want die zullen we graag gebruiken in onze verdere lezingen of artikelen, omdat goede positieve voorbeelden als inspiratie voor andere mensen kunnen werken. Dit is het verhaal wat ik u vanavond te vertellen had. En het woord is weer aan u. Misschien heeft u nog een paar goede voorbeelden. Of u heeft misschien nog een vraag.
Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik had pas een mooi stukje gelezen en dat ging volgens mij over een Afrikaanse stam. Ja. En als daar iemand iets deed wat zeg maar slecht was of wat voor zijn eigen belang was en niet voor de stam, dan werd hij in het midden van de stam gebracht en dan ging iedereen om hem heen staan en dan gingen ze 2 dagen lang alles zeggen wat hij goed had gedaan, wat zij zich herinnerden, wat zij wisten van wat die persoon goed heeft gedaan, om op die manier het goede in hem zeg maar opnieuw te activeren en wakker te maken en hem te helpen om daarmee opnieuw in verbondenheid te zijn, zeg maar. Interessant. Ja, ik vond dat prachtig. Ja? Dat ik dacht, dat is zo tegenovergesteld van hoe wij dat doen. Ook hoe we dat vaak met kinderen doen al in de opvoeding van jongs af aan. Eigenlijk isoleren en is niet goed. En heeft u misschien een referentie of een naam van het land of het volk? Want dat nee, zijn dat maar ik ga dat zoeken. Ik denk dat ik dat wel kan vinden. Ik had het via Facebook en ik moest daar heel sterk aan denken. Ja. Vandaag. Kijk, dat zijn nou de voorbeelden die heel interessant zijn, dat mensen daar meer van... Want dat zijn benaderingen die zo tegengesteld zijn. Kijk, als we kijken in ons land hier, is steeds meer de rechtspraak gericht op vergelding in plaats van heropvoeding. En dit is nou net een voorbeeld van proberen iemand die het eigenlijk wel in zich heeft aan te spreken op zijn geweten. Ja. Zijn geweten te heractiveren eigenlijk. En om weer het goede uit hem boven te halen, waardoor hij eigenlijk weer zijn been bijtrekt en afziet van verder gaan met dat soort negatieve dingen. Ja. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Bedankt. Ja, ik vond het ook, was ook wel heel gehoord toen ik het las. Ja. Dat ik dacht, ja, dat is zo'n mooie manier om iets te doen. Ja. Ik zal het voor jullie opzoeken als ik het denk. Graag. Dan stuur ik het even door. Bedankt. Nog opmerkingen verder? Hoe train je de vrije wil? Ja, die vrije wil die is natuurlijk trainbaar in die zin dat daar altijd een gedachte of een motief achter moet liggen, wat persoonlijk of bovenpersoonlijk gericht kan zijn, gericht op het eigen belang of het bredere of gemeenschappelijk belang. En de begeertekracht waarmee je als het ware voor het een of het ander kiest, die stuurt dus je wilskracht om dat gemeenschappelijk belang na te streven of het persoonlijk belang. Dus je moet eerst eigenlijk je bewust zijn van je motief, voordat je gemotiveerd een bepaalde richting kiest. Is dat... Oké. Zelfreflectie? Zelfreflectie, ja. Dus stilstaan bij wat je echte intenties zijn, wat je echte motivatie is. Of het inderdaad persoonlijk gericht is of bovenpersoonlijk. En dan nog heb je steeds de keuze van dat je toch zegt, maar ik kies voor mezelf. Dat kan dus, hè. Die mogelijkheid heb je altijd. Dat is de vrijheid erin. Dat is de vrijheid erin. Dat is de vrijheid van de wil. Ja. Kijk, ik heb het al antwoord dat ik al. Oké. Zou je die punten die bij punt 3 staan kunnen zien als rechten en plichten van een ideale maatschappij? Ja, ik vind dat wel een goede... Waarbij de eerste 2 punten dat zijn, hè, voor iedereen is er een plek in de samenleving en iedereen vervult de taak waarvoor hij en zij het meest geschikt is. Dat zijn, dat is als je je talenten volgt, dat je dat graag wil doen, dat je ook een stageplek krijgt en een baan. En de derde is natuurlijk, maar dan moet die wel zo ingevuld worden dat het doel van het geheel dient. Dat is dan de plicht die erbij hoort. Geen dwang. Dan heb ik een vraag. Want stel nou dat je daar niet aan mee wil doen. Dan zou je vanuit die ideale samenleving toch een plek moeten creëren voor die mensen. Ja, maar dan is het wel zo dat je dus, laten we zeggen, je zou dat inderdaad moeten doen. Maar ze zijn dan nog niet zover kennelijk dat ze uit eigen vrije wil bij willen dragen aan dat grote geheel. Dus dan zullen ze een andere plek moeten krijgen dan degene die wel al mee willen werken aan dat geheel. En je ziet ook dat in de staat van Plato dat idee wat verder wordt uitgewerkt. Omdat hij dan een onderscheid maakt tussen die groepen, die hogere groepen of die hoger in de hiërarchie zitten zoals die wachters. En diegenen die onderaan de ladder staan.
die worden in de buitenwijken, zitten die in vrij luxueuze huizen, ik zeg het even om de wat ongenuanceerd, die hebben dus nog heel veel luxe, materiële luxe, terwijl degenen die echt de boel aansturen en inspireren, die leven heel erg basic, fysiek gezien, want die hebben die luxe niet meer nodig, die zijn alleen maar bezig om er te zijn dat het goed gaat met het volk. En de mensen die nog niet het besef hebben dat het daar niet om gaat, die leven nog met redelijke luxe. Maar die hebben dat gemeenschappelijk belang nog niet zo helder op het netvlies. Maar die worden op een plek gezet waarin ze in ieder geval geen schade aan het geheel kunnen toebrengen. En misschien langzamerhand gevoelig gemaakt voordat ze het wel gaan zien. Dus je zult daar maatwerk moeten leveren. Daar komt het eigenlijk om neer. En dat is natuurlijk het delicate van het hele ontwikkelproces, dat die verschillen die er altijd zijn op individueel niveau of op groepsniveau, dat het zodanig is dat er niet hele grote spanningen ontstaan, waardoor de vlam in de pan slaat, en dat iedereen daar toch welwillend in zit en een bepaalde horizon van groei heeft die die kan overzien en die ook weer in te passen is in dat geheel. En dat is natuurlijk het spannende van zo'n samenleving creëren. Dat het gewoon allemaal, dat de inspiratie van de hoogst ontwikkelde vloeit naar de lager ontwikkelde. En dat iedereen daar zijn natuurlijke plek krijgt en daar zich in voegt. Maar het is een uitdaging, dat is duidelijk. Goed? Als er verder geen andere leuke voorbeelden zijn, of opmerkingen of vragen, dan gaan we de avond beëindigen. En dat doen we dus met de Gayatri, met een oproep aan dat hoogste in onszelf, dat innerlijk goddelijke, wat verbeeld wordt met de gouden zon en hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.